beste kijker. Binnenkort staat het WK weer voor de deur en veel zijn alvast naar Brazilië gegaan om de sfeer te proeven. Brazilië heeft de meeste WK's gewonnen, zeker 5 keer. Verder staat Brazilië bekend om haar carnaval, haar mooie stranden en uiteraard de samba. Ja, en dan vergeet ze nog één ding, Natasja. De prachtige dames. Maar Rob, we zouden er toch een serieus programma van maken. Natasja, alsjeblieft, ik ben hier ook op vakantie. Tuurlijk wil ik voor jullie informeren, maar... Nee, maar vooral hallo, ik heb gezond geleefd. Afgesproken. Dat is gewoon een serieus en informatief programma weer. Wat moeten die kijkers wel eens denken? Kom op, die dames moeten echt gewoon. Ah, kom op. Nee, Rob, het kent echt niet dit keer. Ah, excuse. Nou, dan even in mijn serieuze rol. Welkom vanuit Brazilië. Ik zit op het strand van Copacabana. We willen u hier de WK-vibe willen vier uur brengen. We zijn al extra afgereisd naar Brazilië. Daarvoor dat ik ook alvast even geproefd heb van de Braziliaanse schone. En ja, wat voor gondone zou ik metnemen? Gewoon 3 wedstrijden gewoon vier voor u voorbereiden. En voor vertellen gaat over de landen, de cultuur, de karakteristieken. Zou ik er in ieder geval groot vuurbereid aan het WK kunnen beginnen. Inderdaad. En we hebben ook nutsen en landgraafse teams die leuk meedoen en werken aan het, in het WK voor amateurs. Dus ja. Dan moeten ze allerlei verschillende voetbalopdrachten doen. En dan Mutsel, dat gaat wat zich misschien wel heel erg leuk vinden. We hebben net die schoonheden weggestuurd, maar we hebben wel een inlands programma. Ja, we hebben onze eigen WK-bunny, dus dat wordt smullen. Dat denk ik ook. Ja, we zijn voor het Nederlands elftal en we gaan ervoor. Ja, dat denk ik wel. Een betere voorbereiding kan ze voor ons niet hebben. Ik denk het ook niet. En we gaan nog lang niet naar huis. We gaan nog niet naar huis. Lang niet naar huis. We gaan nog niet naar huis. We gaan nog niet naar huis.